Alle 70-jarigen zullen het met me eens zijn. Die verjaardag is een keerpunt in het leven. De oude dag staat te beginnen. Je hebt geld en goed vergaard. En dit is het moment dat je eindelijk gaat denken over wat je nalaat. Aan wie en waarom. Barbara had aan haar Maserati niet genoeg. Ze zou slecht te been zijn door een ongelukkige val in haar jeugd. Er moest en zou een limousine komen. Ineens stond hij voor de deur. De laatste dag was aangebroken. Frederik, eerste bagage. Ik haat dat huis. En dan de gasten. 853. Uit elk respectabel land zou er een vertegenwoordiging komen. De hele voorstelling zorgvuldig geregisseerd door Barbara. Langzamerhand drong het tot me door. Dit is geen verjaardag meer. Dit is een afscheid. Internationaal magazine. Over jonge, mooie, rijke mensen. We benoemen Frederik tot executive. Daar hebben we bestuur over. Zo kan hij de programma's maken waarvan hij droomt. Had hij jou al benaderd voor zijn jong succes magazine? Ja, fascinerend. Behalve het salaris dat je daarvoor krijgt, garandeert de holding je een vast inkomen op je Zwitserse banknummer. In plaats van de wisselvallige dividenden die we nu krijgen, zo simpel is het. Kracht die ik zo lang niet had gevoeld, terug. Mijn spieren en pezen spanden zich om dit moment van glorie ten volle tot zich te nemen. Ik stond en toonde de kracht van mijn onfeilbaarheid.